Leuk dat jullie zijn, mannen. Die gaan een boek uitbrengen, heb ik gehoord. Grappen en grillen gaat het heten. En we zijn vandaag bij jullie, bij Call of the Rebel. Dus misschien kunnen jullie ons inspireren. Ja, we kennen jullie uiteraard van het bekende shit Boef. Wat we ook gaan doen, de burgers moeten wel op elkaar lijken. Ja, Bente, maar Wilco kan uiteraard ook koken. Wat dacht je eigenlijk van het wedstrijdje? Wat? Wie maakt de beste burger? Wie maakt de beste hamburger? Ja, die uitdaging ga ik wel aan. Die ga je aan, oké, cool. Dan moet je wel uiteraard even zelf je eigen boodschappen doen, want dit zijn uiteraard nu onze spullen. Snap je ook weer, ja, pas op. Marineren, welke van de twee? Fat Bastard. Groot gelijk. Is toch een boekburger? Ja. Kijk, wat gaan we doen? Vlees moet gewoon een beetje, er moet wat wijn doorheen, klaar. Oh, lekker, met verbrande uien hier. Hangar! Kijk het verschil met dat. Ik had er even een hard hoofd in, Wilco, maar stiekem denk ik dat we toch gaan winnen. Dit is gewoon popmuziek met dit. Dit is jazz. Wilco kookt jazz. Tada! Klaar! Nou. Niet duidelijk? Nee. Ik zou hier wel een second opinion op hebben. Ja. Halen we maar voorbij. Wat hebben jullie nog een broer? Ja. Lola, kom. Yes! Okay. Gefeliciteerd, boys. Dank je wel. Graag gedaan. Superleuk. Onwijs bedankt. Hartstikke bedankt. Dag Lola. Doei. Tot ziens. Zie je later. Die voor jou. Deze al. Die is ook niet mooi.